Vandaag staan er de eerste van 7 activisten voor de rechtbank in Kopenhagen. En zij worden ervan beschuldigd de acties en demonstraties in december bij de klimaattop georganiseerd te hebben. En worden daarvoor aangeklaagd en worden vrij zware straffen geëist. En wij willen als teken van solidariteit en om te laten zien dat ze er toen niet en ook nu niet alleen staan, een foto maken en een kleine solidariteit betuigen met de mensen die nu voor de rechtbank staan. Het is in ieder geval een hart onder de riem steken voor de mensen die nu bij de rechtbank staan. Om te laten zien dat ze er niet alleen voor staan en dat we aan ze denken. En daarnaast willen we vandaag ook een brief afleveren bij de Deense ambassade om protest aan te tekenen en te laten zien dat heel veel mensen over de hele wereld in december naar Kopenhagen gekomen waren om mee te doen aan die acties. En het absurd vinden dat nu 7 willekeurige mensen daaruit geplukt zijn en aangeklaagd worden.